Mijn naam is Kaveh Boete. Ik was migrant. Ben ik zelf naar Nederland gekomen. Ik ben 25 jaar geleden naar Nederland gevlucht. Ik kom uit Iran. Toen ik in Nederland ontvangen werd, merkte ik dat het Nederland voor mij een totaal onbekende land was. De cultuur was onbekend, de taal was onbekend. En ineens kreeg ik een boek in mijn hand, 99 tip voor het omgaan met Nederlanders. En dat was een klein boekje, wel een leuke boekje. Ik dacht, als ik de tips leer, dan leer ik Nederlanders kennen. Maar het schijnt bedrieg, want er waren 99 vooroordelen, veelal negatieve vooroordelen, jegens Nederlanders. Maar voor mij waren volgens dat boekje Nederlanders een soort marsmannetjes. Want alles was anders. Ik merkte dat het juist door de tips te hanteren, ontmoette ik Nederlanders niet. Dat is exact wat ik in mijn training aangeef. Laat de tips, culturele tips, los. Ontmoet de mens die tegenover jou zit. Want die culturele recepten bestaan niet. Mijn advies altijd is, het is zo belangrijk dat je mensen die tegenover jou in jouw praktijk ziet, ontmoeten. Werkelijk iemand ontmoeten. En om iemand te ontmoeten moet je oprecht nieuwsgierig zijn naar de normen en waarden van degene die tegenover jou zit. Wees onbevangen. Wees nieuwsgierig. Als iemand met een verhaal komt of een probleem komt, niet vanuitgaan dat je weet wat het bedoeld is. Vraag wat daarmee wordt bedoeld. Check of je boodschap overkomt zoals deze bedoeld is. En maak jezelf los van alle die culturele voorkennis die je denkt dat je hebt.